Je praat monotoon. Wat bereik je door monotoon te spreken? Nou, ik denk dat wat je bereikt door monotoon te spreken is een gevoel van rust, een gevoel van ernst en een gevoel van veiligheid misschien. De meeste mensen die monotoon praten, praten ook wat meer in de laagte en lijken zich als het ware niet boven het maaiveld te begeven. Het nadeel daarvan is dat je weliswaar niemand laat binnenkomen, maar dat jij er ook niet uitkomt. En het gevolg is dus, en ik ga nu weer wat meer beweging maken, zoals je misschien merkt, het gevolg is dus dat jij niet binnenkomt bij je luisteraars. Zij komen niet binnen bij jou, maar jij komt ook niet binnen bij hun. En er is dus een verbreken van contact. En zoals ik al zei, de meeste mensen die monotoon spreken, die blijven onder het midden hangen. Een beetje zo hier. En dan gaan ze aan het einde van de zin misschien nog wel een klein beetje verder omlaag. Maar wat ze niet gebruiken is hoogte. En hoogte wordt over het algemeen gezien als uh, zwak en uh, niet autoriteit en geen power. Maar vergis je niet. Zonder hoogte heb je een... Een te klein instrument. Heb je maar de helft van de piano? Heb je een saxofoon met een, met een breuk in het midden? Je kan natuurlijk hoogte gebruiken voor contrasten. En contrasten zijn bij uitstek hetgene wat je zintuigen aan het werk zet. En we willen natuurlijk dat die luisteraars meteen meeluisteren, dat ze alert zijn, dat hun oortjes gespitst zijn, dat ze denken: oh, hier gebeurt iets belangrijks. En dus hebben we hoogte nodig. Dus de belangrijkste tip voor mensen die monotoon spreken, is gebruik meer hoogte. Eerst omhoog en dan omlaag. En dan zeg je natuurlijk, ja, hoe moet dat dan? Mijn stem wil niet omhoog. Ik kan dat niet. Dat snap ik. Uh, dat is ook heel makkelijk gezegd voor mij. En wat ik dus je zou aanraden is, als je denkt die ga omhoog, ga dan niet dit doen! Ga niet ha, rijken naar boven en duwen en trekken en weet ik veel wat. Maar probeer het helemaal andersom te doen. Dus je kijkt naar beneden, je staat boven aan de trap en je doet... Hallo, joehoe. Ja, gewoon gek doen. die diebe die. hallo. Ja, en dat kan je. Ga dat proberen. Want als ik doe joehoe of als ik doe hè, dan hoor je dat er in die hoogte, daar zit... Plezier, daar zit vrolijkheid, daar zit contact. En wat willen we in het leven? Willen we ver weg in ons eentje of willen we eigenlijk toch best wel samen? Ik hoop je te zien.